Het was echt een heel mooie ervaring. Het heel leuke sfeer ook met het publiek, iedereen in het oranje. Het was mijn eerste ervaring natuurlijk. Maar het ging wel goed. Het ging goed. Ik was niet nerveus voor de wedstrijd. De aandacht die hij allemaal gekregen heeft als dubbelspecialist is behoorlijk veel geweest. En dan moet je dat toch in zo'n eerste week en zo'n eerste wedstrijd moet je dat allemaal maar waar zien te maken. Ik vind dat hij daar echt wonderbaarlijk knap mee om is gegaan. En vanaf het begin af aan de wedstrijd neergezet heeft. En laten zien waarom hij in het team zit. En daar ben ik heel erg blij om. Hij is heel erg positief. Hij is natuurlijk gewoon een goede dubbelaar. Hij maakt veel eerste services, maar ook zijn tweede is heel erg goed. Hij staat bij het net, hij staat goed gepositioneerd. Het is gewoon echt een dubbelaar en dat maakt hem natuurlijk een belangrijke rol in deze interland. De intensiteit bevalt me enorm. Concentratieniveau houdt hij vast. Hij is heel actief. En zoals ik op voorhand al zei, hij beheerst alles wel. Kan goed retourneren, maar hij is ook attent en scherp aan het net. Hij heeft een aardige service staan en is een hele prettige toevoeging in het team. Ze hebben me zo makkelijk geaccepteerd ook. Dat ben ik echt heel blij mee. En dat laat je ook, goed voelen, weet je. En je krijgt een goed gevoel voor iedereen. En ik voel me echt thuis hier op de team. Een hele vriendelijke, leuke gozer. En niet één die zijn mond houdt, maar ook wat te vertellen heeft. Luistert ook heel goed tegen grapjes kan die allemaal gemaakt worden in het team. Dat kan de rest ook, toch? Ja, dat kan de rest behoorlijk, kan ik je vertellen. En zeker als het om Antillianen gaat. En zeker dan om hem op de kast te krijgen. Maar nee, dat verloopt eigenlijk heel normaal. Alsof hij al jaren in het team zit. Je speelt een hele goede wedstrijd samen met Robin Haase. Wat klikte er tussen jullie? Ja, ik denk dat het gewoon buiten de baan ook heel goed gaat met ons. En dan wordt het iets makkelijker op de baan ook. Maar we communiceren heel goed met elkaar. Ik denk dat het meest belangrijk is. In hoeverre is het van belang dat hij al 30 is? En dus een iets oudere jongen erbij. Ja, nou dat kunnen we natuurlijk goed gebruiken. Niet alleen zijn specialiteit in het dubbelspel, maar ook zijn ervaring die hij ondertussen heeft. En hoe hij met zijn sport omgaat. En daarin kan hij de andere spelers ook helpen. Hier staan we met 3-0. En ik heb mijn eerste wedstrijd in Nederland gespeeld. Eerste wedstrijd gewonnen. Ik ben er heel blij mee. En, echt een dream come true voor mij.